NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Heel veel mensen doen er mee. 9000 klussen stond er op de site die te verrichten zijn. Nou, één ervan is hier bij Wereldtuin Verdeliet in onze eigen Valuwe. Super hard wordt hier gewerkt, heb ik al gezien. Maar ik ga eerst even in gesprek met een van de medewerkers van Verdeliet, Dirk. Goedemorgen. Goedemorgen. Er wordt hier super hard gewerkt en ik heb begrepen dat jullie gisteren ook al bezig waren. Ja, gisteren zijn we bezig geweest met het zandbed, want we gaan onze entree gaan we opknappen. We hebben de oude tegels eruit gehaald en dank aan de gemeente, want die heeft pels gebracht, hebben ze opgelegd en hebben ze ook weer opgehaald. Dus bij deze dank aan de gemeente Kuik. En het zandbed is in orde gemaakt en vanochtend zijn ze begonnen om de bestrating in orde te maken. Heel goed. Ja, super mooi wordt hij. Ze zijn hier echt hard bezig. Maar niet alleen de bestrating wordt aangewerkt. Er zijn veel meer mensen bezig hier, zie ik. Nee, we hebben een aantal klussen hebben we natuurlijk bedacht. Hè. Dus er zijn een paar mensen bezig met onze vogelverschrikker. Niek heet die. En die krijgt elk jaar een nieuwe outfit en wordt opnieuw gevuld. Anders wordt hij hartstikke slap in de loop van het jaar. Dus dat zijn ze aan het doen. Ze zijn verder bezig met de kippenren helemaal af aan het maken. Tegels aan het neerzetten, zodat de kippen die straks komen er niet uit kunnen. En we zijn achter de bijenstal bezig om het hek te verzetten. Want mensen kunnen nu eigenlijk alleen maar via de zijkant naar achter de bijenstal. En daar staan informatieborden. En die informatieborden die gaan we toegankelijk maken van deze kant uit door middel van een hek. Dus mensen die schrik hebben voor de bijen, die kunnen toch de informatie gaan lezen. Ja. Hoe belangrijk is dit voor Verdeliet? Dit is elk jaar een heel belangrijk gebeuren. Er lopen wijkbewoners rond, lopen mensen verder uit Kuik rond. En op één dag kunnen wij zoveel doen. Dus we zijn altijd heel blij als weer de NL Doet dag is aangebroken. Het is het begin van het seizoen en dan kunnen we ook een paar grote klussen aanpakken. Dus het is voor ons super belangrijk. Ja, want jullie zitten nu een heel aantal jaren hier al in de wijk. Maar er blijft gewoon beweging, er blijven dingen die moeten gebeuren. Nou, toen we hier kwamen was het eigenlijk verwaarloosd. Al 20 jaar lang dat er niets aan was gebeurd. Dus ja, het blijft gewoon inderdaad verbeteren. Het blijft andere ideeën uitvoeren. En soms denk ik ook van, nou ben ik klaar. Maar dan liggen er nog weer 3 klussen te wachten. En de bestrating zou je zeggen, ja, het is niet nodig. Maar overal zaten gaten in en ongelijk vrachtwagens op het terrein gereden. Dus het was wel nodig. En dus ja, uiteindelijk wil je ook de plek waar je eigenlijk met z'n allen werkt, wil je ook leuk maken. Ja. Maar je kunt hier wel op kleinschalig niveau kun je hier onbespoten groenten kopen. Met die duurzaam zijn opgegroeid. En ook al kom je niks kopen, ben je toch welkom. Je kunt altijd een kop koffie, kop thee krijgen, bij de vijver zitten, van de tuin genieten, uit de pluktuin desnoods een boeketje bloemetjes meenemen. Dus de mensen zijn van harte welkom. Nou, dankjewel voor je tijd, Dirk. En ik zou zeggen, ja, je wordt volgens mij alweer geroepen, hè? Ja, ik moet weer aan de slag. Okay. Ja, dankjewel, hè? Dankjewel. Oké. Ik ben Pietje Bel. Ja, je doet wel zo, maar je bent hard aan het werk, of niet, Gordy? Ik ben hartstikke hard aan het werk. Maar ik ben vandaag Pietje Bel. Waar, jullie zijn aan het schuren, zie ik. Wat zijn jullie precies aan het doen? Wat is dit? Dus een houten keuken voor op de natuurspeelplaats. Dus voor buiten, dus die moet goed behandeld worden. Ja, dat klopt. Dan gaan we daar ook met buis eroverheen. Kijk eens, we hebben een heel krat. Een heel krat hier al. Jullie zijn druk bezig met NL Doet? Jazeker. En je komt vaker hier bij Verdeliet? Ik ben hier iedere donderdag. Dus voor een goede zaak bezig? Ja. Oké. Nou, ik hou jullie niet van het schuren af. Hè, want... Leuk hier ook, hè? Lekker, leuke ploeg op donderdag. Ja. Zo. Ook hier wordt heel hard gewerkt met hooi, strooi en jute zakken. Dames, wat zijn jullie aan het doen? Wij zijn Niek aan het maken en Niek is een vogelverschrikker. Oké, jullie eigen vogelverschrikkers worden hier gemaakt? Nou, er was een vogelverschrikker, maar die moest opnieuw opgetuigd worden.
NL doet. Zijn jullie hier vaker te vinden bij Verderliet of zijn jullie speciaal nu vandaag hier omdat NL doet is? Alleen NL doet, ja. Ik ben er wel vaker geweest voor de poëzie ontbijt, maar dit doe ik de eerste keer, ja. Ja. Wij zijn, dit is Nahid, die komt uit Iran. Wij zijn vanwege de VNN, geloof ik heet dat, om mee te helpen dat de nieuwkomers van Kuik ook iets terug doen voor wat ze allemaal hier krijgen als ze als vluchteling aankomen. Ja. Dat is de bedoeling. Wilt u Niek in levende lijven zien, dan moet u gewoon een keer langs bij Verderliet. In de kippenren ben ik beland nu. Gertie, wat gaat hier precies gebeuren? Nou, hier komen prachtige kippetjes natuurlijk. Het liefst hebben we de Marantskip. Dat is een Franse kip, dacht ik. En die leggen hele mooie donkerbruine eitjes. Dus we willen ook een bijzonder eitje hier straks hebben. En nou, het hek hebben we een tijd geleden al gemaakt. Nu zijn we bezig hier om stoeptegels aan de onderkant, zodat de kippen er niet onderdoor kunnen. En dit wordt nog een stukje, dus de tegels moeten hier weg. Dan kunnen we het kippenhok verder gaan afmaken. Er moet nog een dakje opkomen. En nou, dan, als het dan zover is, we hebben nog wat een drinkbak en dan mogen de dames komen. Ja. Hier een van de dames, ik hoorde net al iets over spierpijn. Mirjam, gaat het? Nog wel. Maar het is best pittig zo'n stratenmaker zijn. Maar ja, dat is leuk toch. Dat is niet iets wat je in het dagelijkse leven doet, normaal gesproken met stenen sjouwen. In het dagelijks leven zit ik gewoon 8 uur op kantoor. Kijk, en wat heeft jou zover gebracht om nu stenen te sjouwen bij NL Doet? Ik wil gewoon iets doen, iets vrijwilligs. En ja, toen kwam ik hieruit. Ik woon nog niet zo heel lang in Kuik. En kwam ik hieruit. En ja, voor dieren doe ik alles. Dus vandaar dat ik dit projectje hier doe. En ja, ik kom straks kijken hoe de kipjes het naar hun zin hebben. Ja. Nou, een prachtige manier om te interageren in, ja, Kuik dan. Precies. Ja, precies. Ja, het is gezellig. Nou, goed zo. Nou, dankjewel. Ik zal je niet langer van je werk afhouden. Hè? Nee. Succes ermee. Prima. Dankjewel. Hier wordt heel druk met takken gesjouwd. Het is me niet helemaal duidelijk wat ze aan het doen zijn. Want eerst wordt er een mooie muur gemaakt en vervolgens gesloopt. Ik ga er even vragen. Dames, ja, wat zijn jullie aan het doen? Want eerst maken jullie een mooie muur en nu wordt die gesloopt. Ja, het probleem is dat die uit elkaar is gevallen. En dat komt omdat we in het begin de takken niet goed hebben gevlochten. En de palen zijn verrot. Dus we hebben nu ijzeren palen op Marktplaats aangeschaft. En we gaan hem opnieuw opbouwen. Aha. Maar dan moet je hem eerst afbreken. Dus de muur verdwijnt niet. Hij wordt in feite alleen verzet of zo, mevrouw? Ja, we gaan hem opnieuw inrichten, zoals dat heet. Ja, en hij moet stabieler gemaakt worden. Stabieler en duurzamer. Nou, goed bezig. En gratis fitness. Ja, zeker. We moeten naar de sportschool vandaag. Ook hier wordt super hard gesjouwd met stenen en met bielsen en met weet ik veel wat. Heren, Leo, ja, druk bezig of niet? Nou en of. Ja. Maar onder leiding van, hè. We hebben een vakman hier, Henk. We hebben een vakman, Henk. Lukt het? Ja, het lukt. Ja? Het lukt. Henk heeft er 40 jaar gedaan en doet dit nou nog steeds. Rug, knieën enzovoort, alles intact. En dat vrijwillig? Ja, alles vrijwillig, hè. Ja. Dus met pensioen gaan zit er nog niet in? Nee, ik ben al met pensioen, ik ben 67. Ja, maar vrijwillig nog gewoon door? Gewoon doordoen, hè. Ja. Waarom hier vandaag? Omdat ik hier altijd als vrijwilliger aan de gang ben geweest. Ja, en nu dacht van, nou, dit pad hier, dat kan echt niet meer. Nee, dat maar een keer netjes, hè. Ja.
Wijk TV De Valuwe is ook even op bezoek natuurlijk in Padbroek, want daar wordt ook heel hard gewerkt bij NL Doet. Nou, we zijn vandaag bij het doelhuis bij Shirley van Hoof. Shirley. Hi. Hi, druk hier hè? Ja, het is hartstikke druk. Ik heb heel even de tijd om jullie te woord te staan. Er wordt vandaag heel hard gewerkt in en om de tuin, maar ook binnen wordt er geschilderd en nieuwe beamerschermen opgehangen. En ja, ze zijn druk. Ja, wat gebeurt er buiten allemaal vandaag? Buiten is de tuingroep Groengoed Padbroek is bezig met tuinvoorjaars klaar te maken. Er wordt een stoep gelegd naar de schuur, zodat we fatsoenlijk de route kunnen bewandelen. En dat ligt eigenlijk al een jaar op ons verlanglijstje, dus heel fijn dat dat nu met NL Doet gaat plaatsvinden. Daarnaast zijn ze buiten nog bezig om dakgoten aan de schuur te maken en nog wat kleine klusjes rondom het pand. En binnen hebben we ook natuurlijk nog heel wat te doen. De hele zolder is opnieuw geschilderd. Er zijn ook nieuwe beamerschermen opgehangen die elektrisch bediend zijn. Het is een ongelooflijk moeilijk woord. Het komt goed. Daarnaast zijn ze een nieuw voordeurslot aan het monteren en overal eigenlijk kleine klusjes, puntjes op de i zetten weer, dat het weer helemaal klaar is voor het nieuwe jaar. Ja. Kleine klusjes zeg je, maar wel heel veel verschillende disciplines, hè? Ja. Hoe kom je aan al die mensen? Nou, via NL Doet zijn er ook mensen die zich aanmelden, maar we hebben ook daarnaast nog een hele grote groep vrijwilligers. Mensen waarvan we weten dat ze iets goed kunnen en die vragen we om mee te komen helpen. Onze groengroep Padbroek bestaat ook al uit 15 leden ongeveer die elke keer meekomen helpen. We hebben vanuit ons toehuis natuurlijk een hoop vrijwilligers. En het is eigenlijk altijd vragen aan de mensen. Goh, zou jij ons kunnen helpen? En de website van NL Doet helpt ook mee in principe. Ja, dus NL Doet, belangrijk voor het doelhuis? Heel belangrijk. Wij doen het nu voor het tweede jaar. En we merken gewoon dat we krijgen een beetje subsidie. Maar we hebben wel daarmee ook een hoop mensen weer binnen. Die ook daarnaast weer zeggen van, oh, als er weer wat te doen is, bel mij maar. Dus je krijgt een hoop vrijwilligers binnen. En mensen worden enthousiast. En komen eigenlijk met meer klusjes toch helpen. En ja, dat is wat we wel nodig hebben. Want we draaien alleen maar met vrijwilligers hier. Ja. Ja. Nou, deze dag zijn er volop vrijwilligers. Kunnen jullie verder nog mensen gebruiken? Nou, we kunnen eigenlijk altijd mensen gebruiken. Hè? Voor de bardiensten, voor wat kleine klusjes. Hè? Er is eigenlijk altijd wel wat werk voor vrijwilligers. En ik zou zeggen, kom een keer binnenlopen en wat informatie opvragen. Kunnen we altijd kijken waar je interesses liggen en waar je graag bij aansluit. Specifiek zijn we nu nog op zoek naar een aantal mensen die in Padbroek mee willen helpen met Natuurkids Padbroek. Om de kinderen vanuit de wijk wat meer educatie te geven over het groen. En dat doen we door middel van een hele leuke activiteit te organiseren. Dus daar zoeken we eigenlijk nog mensen voor die dat leuk vinden om te doen. Ja. Nou, dus mensen, hebben jullie nog tijd en zin om iets te doen? Meld je aan bij het doelhuis en wij gaan nog even een rondje maken nu, ja, om te kijken wat iedereen aan het doen is en wie er zo'n herrie maakt. Dankjewel voor je tijd. Oké, dankjewel. Wat heeft u gedaan, meneer, hier? De deurstopper geïnstalleerd hier. Dat is ook nodig. Dan blijft die deur van de dingen weg, beschadigt hij de wand niet. Aha. Doet u vaker dit soort werk? Ik doe hier het onderhoud bij het doelhuis. Normaal gesproken betaald en nu vrijwillig? Of is het altijd vrijwilligerswerk? Alles vrijwillig. Alleen, dus het maakt voor u niks uit of het NL Doet is? Nee. Nee, we zien het eigenlijk tegen jou, zijn we bezig. Ja. En het is gewoon leuk. Mooi groep bij elkaar. Dan is het wel leuk om te doen. U werkt vaker mee met NL Doet? Of met de tuinonderhoud van iets? Met de tuingroep van Doehuis werk ik vaker mee. Ja. En wat is die groep precies? Wat doet die? Dat zijn de vrijwilligers die meewerken in het onderhoud van de tuin en alles, hier rond het doelhuis. Ja. Vandaag NL Doet, speciaal bezig of gewoon het normale werk? Dit is het normale werk volgens het geplande programma van maart. Oké. Okay. Ja. Nou, dankjewel en hop, weg met de onkruid dan, hè? Ja, dat wordt netjes opgeruimd en in de kompostbak en netjes weer
gebruikt straks. Kijk, ja? Recyclen. Recyclen, ja. Dank u wel. Alsjeblieft. Oh, jullie met z'n tweeën druk in overleg over het werk? Ja, ja. Vragen wat je doen moet, hè, want hij is de baas. En hij bepaalt. Ja, dus ja. Als je niet meer weet wat je doen moet, dan ga je naar Piet. En die zegt wat je doen moet. Oké, okay, en Piet de baas. Doen ze het goed vandaag? Hartstikke goed. Ja? Beter kan het haast niet. En, je ziet het heel hard opknappen nou. En dat in een dagje tijd. Dus wij doen het elke maand. Hè. We hebben een groen groep hier in de wijk. En dan gaat elke eerste zaterdag van de maand gaan we hier aan de slag. En als er nog meer mensen zijn die willen helpen, dan zijn ze altijd welkom. Dus dan zeg ik bij deze maar even bij. Ja. Want het is een flinke tuin inderdaad, met nu wel mooie bloemende plantjes. Maar dat gaat echt het hele jaar door natuurlijk, dat onderhoud. Ja, dat klopt. En we hebben hier ook een heleboel vaste planten tussen staan die je nu eigenlijk nog niet zo goed ziet. Maar die komen in de loop van de tijd allemaal de grond uit uiteraard. En dan is het helemaal dicht begroeid. Dat was vorig jaar al een beetje. Ja. Dus, en met allerlei kleuren, allerlei soorten planten. Ja. Het is een prachtig gezicht. Ja. Echt ook de mensen die langslopen die allemaal zeggen van wat is dit mooi. Nou. Dus dat is echt ja, waardering voor je werk. Ja. Jullie hebben echt eer van je werk dan als je dat terug hoort. Ja. Nou, mooi, dankjewel. Ik zal jullie niet langer van jullie werk afhouden, want goed bezig. Dankjewel. Hier al in de wandelgangen dat er 5000 bloembollen hier overal in de grond zitten. In en rond het doehuis. Nou ja, natuurlijk niet in het doehuis, maar rondom in de tuin, in het grasveld verderop. En deze meneer die is hier heel erg druk aan het spitten. Ik ga eens even vragen wat die aan het doen is, tenminste als ik er langskom. Hallo meneer. Hallo. De boel opknappen is de bedoeling, of niet? Ja, dat wordt hier ook gedaan. Hier wordt een pad aangelegd voor het aanvoeren voor de spullen, voor de keuken. Dat ze daar een tuinhuisje kunnen opslaan. Dan hoeven ze niet meer door het pand heen. En daar zijn we dan mee bezig. En dat wordt eigenlijk een verhard pad. En dat gaat allemaal nog lukken vandaag? Ja, waarom niet? Het is zaterdag slang. Ja, u bent hard aan het werk hier, vaker voor NL Doet gewerkt? Ja, tweede keer en ik ben zelf vrijwillig bij het doehuis en ik zit ook in de groen van het doehuis. Ja. Dus mij vind je ook vaak hier. Oké. Okay. Ja. 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 Ja.